Het tweede Tiny Forest in Almelo komt bij basisschool Het Letterveld. De exacte plek wordt nog bepaald, maar vaststaat dat de leerlingen van Het Letterveld in de toekomst wel eens buiten in het bos les zullen krijgen. Er waren 11 inzendingen en de jury bestaande uit IVN Almelo, de gemeente en Zonecollege Oost koos Het Letterveld uit. Omdat hier een hele mooie kans is om een verbinding te maken tussen het bosje wat jullie gaan aanleggen, jullie activiteiten op school en de activiteiten hier in de buurt. En dat vonden ze zo leuk en toen zeggen ze, jullie krijgen het bosje. Dus gefeliciteerd. Jullie staan allemaal te kijken van, wat krijgen we? We zien helemaal niks. Waar is het bos? Er zijn in Nederland al 40 van dit soort bosjes, kleine bosjes, een tiny forest, hè, dat is een klein bosje. En er zijn al 40 in Nederland geplant. En die bosjes, dat doen niet wij zelf, want we vinden het juist leuk als jullie bijvoorbeeld daarin meehelpen en als de buurt daarin meehelpt. En als jullie zelf, dat gaan we hier ook doen, hè, dan gaan jullie zelf een dag gaan jullie een bos planten. En waar precies? Hier ergens. Dat gaan we nog bepalen. Samen met jullie, met de school, maar ook met de mensen uit de buurt. Want het is natuurlijk hartstikke leuk als de mensen uit de buurt ook meedoen. We hebben net te horen gekregen dat we een mini-bos gaan aanplanten. Dus we hebben nu al allemaal verschillende materialen gekregen die we kunnen gebruiken om dat bos ook echt te maken. We hebben zoekkaarten gekregen, bloembollen. Ik heb hier een enige tig. Die heb ik gezien. Dus deze, die rode, dan kan je nu zien hoe die heet. En ik heb hier nog eentje waterdiertjes. Ik heb al diertjes.